zijn beelden van de groeiende onrust en het groeiende protest rondom de verbouwing van het Wertheimpark tot een megalomaan oorlogsmonument. Er worden spandoeken gemaakt. Er is een petitie tegen de komst van dit monument die massaal wordt ondertekend. Dat kan trouwens nog steeds online, beste kijkers. En ook binnen de Joodse gemeenschap heerst er veel onvrede, verdeeldheid en kinnezinnen rondom dit project. Maar uit die hoek kwam ook een charmant idee om de kwestie op te lossen. Misha Moses van de Rav Aaron Synagoge wil het monument verplaatsen naar Amsterdam-Zuid. Want daar is volgens hem plek genoeg. En nu maar hopen, bidden, afwachten of de haviken die het monument tegen ieders wil lijken te willen doordrukken voor enige reden vatbaar zijn. Uitstel van aanleg van dit monument en verplaatsing lijken op dit moment nog de enige reële opties om de gemoederen niet verder te verhitten. En het is maar, beste kijkers, dat u dat weet.